Op de WIP, een komedie met Vera Mann en Rick Engelkes. Daarover heeft u al eerder gehoord in ons shownieuws. Twee op de WIP is een vermaard stuk. In de jaren 70 werd het gespeeld door Jeroen Krabbé en Willeke Alberti. En in de jaren 80 door Hugo Metzers en Pleuny Tau. Vera en Rick die spelen dus de versie van de jaren 90. En wij peilden de reacties gisteren na afloop. Een staande ovatie kregen Vera Mann en Rick Engelkes na afloop van het stuk. En dat liet het duo niet onberoerd. Een première is tenslotte niet niks. Ik dacht, oh god, als ik in het begin van die eerste telefooncène, als die maar loopt en die liep wel lekker in. Ik heb gewoon een hele lekkere voorstelling gespeeld. Natuurlijk ben je in het begin iets meer gespannen en dan kom je steeds losser. Maar ik heb wel eens gehad dat ik meer gespannen was het eerste oh, deel. Ja? Dus ja, kind, gisteren nog. Maar, kan ik even komen kijken? Naar dat oventje? Nou ja, om te beginnen wel. Ja. Twee op de WIP gaat over de liefde en alle teleurstellingen die dat met zich meebrengt. Erg herkenbaar volgens het publiek. Ik zie me dat zelf ook wel eens doen. Dingen die mij dwars zitten, dat zeg ik tegen Wouter, mijn man dan van... Ja, dat is jouw schuld bij wijze van spreken. Of jij doet dat verkeerd, dan moet je anders aanpakken. Dat werd heel mooi neergezet. De reacties op de première waren goed, op een enkele uitzondering na. Voor mezelf had ik zoiets van, nee. Het kabbelde te veel. De mensen hadden te weinig conflict met elkaar, waardoor ik afhaakte soms en alles iets van ja, waardoor die belangrijk werd. Ik ken het stuk vrij goed. Ik heb het heel vaak gezien al, want het is natuurlijk al een heel oud stuk. Maar ik vond het een hele frisse benadering, goed vertaald en goed bewerkt eigenlijk. Hè? Ik vond het absoluut een aanrader. Heel leuk ook om mijn oude collega van GTSD te zien. Die zo waanzinnig vooruit gaat hoor, in zijn vak. Heel leuk. Als u zelf een oordeel wil vormen, 2 op de WIP is tot en met april overal in Nederland te zien. Dat was voor